Fuck botox. Gewoon op beeld je make-up van je gezicht halen. Werkt altijd. Hey guys en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom in mijn badkamer. Het is een beetje gehoorig en heel erg klein hier. Dus ik hoop dat er niemand last heeft van claustrofobie. En zowel een komt goed, je bent in goede handen. Vandaag ga ik je namelijk laten zien hoe ik in het winter aan mijn kleurtje werk. We beginnen natuurlijk stap 1. Make-up. Weg. Wilt voelen, fuck botox, gewoon op beeld je make-up van je gezicht halen, werkt altijd. Ik voel me weer 12. Ja, ik heb dus even snel mijn make-up van mijn gezicht gehaald. Nu, stap 2, get naked. Tadaan! Wacht, ik ga jullie... Yes! Nou jongens, voor mij, zoals je ziet, ik ben dus bleek, ik heb licht haar, lichte ogen. Ik heb veel moedervlekken en sproetjes, dus voor mij en anderen met mij is het gewoon niet slim. Het is sowieso niet slim om onder de zonnebank te gaan. Maar ik wil toch gewoon een lekker kleurtje. Ik ga vanavond met vriendinnetjes naar het tomaatbad en ik wil wel gewoon een mooi kleurtje hebben. En niet zo wit zijn dat ik zeg maar wegval in het decor. Dus hoe doe je dat dan? Ik hoor het je vragen. Nou, heel simpel, uit een flesje. We leven in 2017, niks hoeft meer pijnlijk en schadelijk te zijn eigenlijk. Dus ook bruin worden niet. En dit is de Heezy Rapid 1 Hour Liquid Tan. Ik zeg het altijd verkeerd, omdat ik even kijk. Dit is de shade medium to dark. Nou, ik ben eigenlijk gewoon licht. Maar toch, ik kan weg met de kleur medium to dark. Dit is dus een formule, die smeer je op deze... tanning mitt, deze heb ik erbij genomen omdat deze dus een laagje, een plastic laagje aan de binnenkant heeft. Waardoor dus niet je hele handen onder de tattie zitten. Dus wat ik hiermee doe, ik smeer me hier van hoofd tot dikke teen zeg maar helemaal mee in. Ik zorg dat het mooi verdeeld wordt met die tanning mitt. En dan ga ik gewoon lekker een uurtje chillen, Netflixen in mijn badjas. En daarna spoel je eventjes af onder de douche. Het is raadzaam om van tevoren even te scheren en zo. En te scrubben eventueel, mocht je dat willen. Het is wel voor het mooiste resultaat. Ik ga mezelf hier lekker mee insmeren. Ik zal alvast mijn hals en mijn hoofd voor jullie voordoen. Omdat ik zelf dat ook het allerengste vond in het begin. Mij is het ook gelukt, jongens. Ik doe gewoon wat van dit spul. Misschien heb ik een beetje te veel gedaan. Nou, en dan begin je eigenlijk gewoon te smeren. En dan begin ik maar gewoon met het engste. En dat is je hoofd. En dan smeer je het zo gewoon in. Ja, ja. Sorry, je hoort mijn telefoon. Voorzichtig met je ogen en zo. Is het gek? Ik doe mijn oren ook altijd mee. En hierachter ook vooral. En wat je gaat zien... dus misschien een beetje een groenige gloed. Ja, dat hoort dus. Dat is straks weg hoor, geen zorgen. Daarom moet je het ook afspoelen. Altijd even in je nek. Dat zijn echt van die plekjes die je anders vergeet. Nou, engste is dus al gedaan. Simpel, toch? Dit ziet wel een beetje nasty uit. Sorry daarvoor. Maar ik ga de camera nu even uitzetten en ik ben zo weer bij jullie terug. Nou, en als je dan helemaal... ingehiesied bent. Nou, dan is eigenlijk het moeilijkste van alle stappen. Je moet je nu dus een uur tot drie uur gaan vermaken. Want ik doe dat altijd gewoon in mijn badjas. Volgens mij kun je na vijf minuutjes, twee minuutjes zelfs, wel weer gewoon helemaal aankleden. Maar ik vind het altijd een beetje... Het is niet echt dat ik nu denk, goh, laat ik de deur uitgaan. Sowieso niet naakt, want dat is beter. Ik heb mijn tanning mitt ook alweer eventjes gewassen, gewoon onder de kraan. Het blijft altijd een beetje nasty uitzien.
Maar ik kan ook in het wasmachine, dus dat is heel erg fijn. Oeh, moet je daar niet mee gaan gooien. Nou, je moet het dus een uurtje laten zitten voor een golden finish. Dus dat is al een beetje wat ik nu heb, hè. Maar je moet het dus een uurtje laten zitten en wil je het er niet af kunnen spoelen. 2 uurtjes voor een donkerdere kleur of 3 tot 4 uur voor echt een mooi gebronst effect. Nou, ik laat het meestal 1 uur tot 1,5 uur zitten. 3 uur heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar dat is ook omdat ik dus die medium to dark heb. En dus niet wil dat ik er zo meteen uitzie als een Oompa Loompa. Ja, ik ga nu gewoon lekker even 1 uurtje chillen en dan zie ik jullie zo weer. Nou, het is ondertussen 1 uur later, de timer is gegaan. En dit is al hoe het er op het eerste gezicht uitziet. Ik ga nu even mijn gezicht wassen met een face wash en ik ga me even afspoelen onder de douche. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou jongens, fris uit de douche. Jullie zijn een beetje beslagen, zie ik. Wacht. Kijk. Nou, nu zie je het. Het is echt een beetje een gloedje. Het is niet heel erg dat je denkt, wow, super bruin. Maar ik val in ieder geval iets meer op vanuit de achtergrond. Dus dat is wel fijn. Ik ga nog even mijn favoriete crème aanbrengen. Tea Time van Rosa Graf, een 24 uur crème. En het wordt ook echt aangeraden om goed te hydrateren. Daardoor blijf je gewoon het meeste plezier houden van je nieuwe tand. Dus. Wat heb ik hier nou weer gedaan? Oh god. Plekje. Nou jongens. Even een crème op en je ziet er helemaal gezond uit. Het is niet heel erg verschil, dus het is echt heel mooi. Ja, gewoon heel natuurlijk eigenlijk. Dus ja, ik ben er blij mee. En waarom ben ik nou weer zo naakt? Nou jongens, ik ga me lekker omkleden. Ik ga lekker naar het thermaalbad. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je niks wil missen. En je kan dus Hishi bestellen. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En laat me even weten ja, wat je ervan vindt. Hieronder in de comments. Dankjewel voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer.